dacht dat je hele leven voorbij kwam als je doodging. Ik zie alleen maar hoe we allemaal langs elkaar heen leven. Mij zagen ze ook niet meer. Kan mij het schelen. Ik haat ze. Het is een carrière bitch. Ze spuit gif in het gezicht van anderen. Volgens mij ook in dat van zichzelf. Af en toe dan pakt ze me ineens vast. Zegt ze dat ze van me houdt. Dan voelt ze aan mijn gezicht alsof ik een of andere alien ben. Balk. Alleen maar pillen slikken en alles wegspoelen met rode wijn. En maar janken. Loser. Vermaak je een beetje. Ik zag net dat meisje uit je klas, hoe heet ze ook alweer? Marije. Heb je geen zin om met haar te praten? Ik heb niks met die trut. Zeg toch, doe eens even normaal. Niet zoveel drinken, hè? Tess, dat interview, die man wacht. Moet dat nu? Ja, dat moet. Tot zo. Lief van je dat je je zo mooi hebt aangekleed. Ik ben echt heel erg trots op je. Heb je toch ook wel een beetje vermaakt? Gaat het niet? Al die mensen, het is gewoon even iets te veel voor me. Jezus, pa, stel je niet aan, man. Toch, wat? Het is toch zo? Ik wil weg. Nou, dan ga ik ook. Maar het is mijn dag. Sorry, maar ik... Nou ja, ga maar. Ik blijf. In je eentje? Ja, er is nog champagne en ik heb nog wat te vieren, desnoods in mijn eentje. Doe nou, Tessa, ga nou mee, dan drinken we samen. Ga alsjeblieft weg. Ik blijf hier. Ik dacht al dat jij het was. Ik dacht precies hetzelfde. Waar is je familie? Alvast naar huis. Toch geen ruzie, hoop ik? Nee, hoor. En jouw familie? Nee, dat was een kennisje, meer niet. Ik zag je op tv, je bent goed bezig, hè? Dank je. En wat doe jij tegenwoordig? Ik ben aannemer. En ik beleg wat in onroerend goed. Ik word tegenwoordig een beetje benauwd van aannemers. Ik woon al bijna een jaar in een werkplaats van stro en leem.
En tot overmaat van ramp kook ik op zo'n zielig klein campingcomfortje. Maar mooi dat het schijnt te worden. Maar heb je een klojo getroffen? Ik bouw complete huizen van de grond af aan binnen het half jaar. Cheers dan maar. Op ons weerzien, Tessa. Ja? Tessa, ik ben helemaal... Ik voel me zo beroerd. Waarom ga je niet gewoon naar bed? Ja, ik wil nog samen wat met jou drinken. Ik zit hier op jou te wachten, ja? Is dat zo gek? Kom eraan. En waarom duurt het zo lang? Wat? Je huis? Ik weet niet of ik je dat wel moet vertellen. Is het geheim dan? Nee. Mijn man zat overspannen thuis. Hij wou iets met zijn handen doen, iets bouwen. Hij wou stenen sjouwen, graven, timmeren. De natuurlijke materialen voelen en al zijn liefde erin stoppen. En toen zei jij, wat een goed idee. Sloop om te beginnen ons huis maken. Nee. Ik heb hem niet zomaar een moker gegeven en gezegd, hier, ram de hele boel in elkaar. Nee. Hij had op een cursus een aannemer ontmoet. Hij zou alleen maar meewerken. Wat voor cursus? Laat maar. Nou, doe niet zo flauw. De terugkeer van de koning. Je bedoelt voor mannen die impotent zijn geworden? Nee, die aan hun identiteit werken. En daar heeft hij toen een holistische aannemer ontmoet. En toen zijn ze begonnen met de verbouwing. En nou zit jij nog steeds stof te happen. Of als je hulp nodig hebt. Ik stap er zo in als het moet morgen. Maar je kan me ook bellen voor andere dingen. Ik denk dat ik maar eens ga. Ja, dan heb ik hier ook niks meer te zoeken. Ben je met de auto? Of zal ik je een lift geven? Neem een taxi. Ik kom hier nogal vaak, dus ik loop in mijn eentje naar buiten. Nou, tot ziens dan maar. Leuk om je weer eens gesproken te hebben. Ben je er al lang? Waarom lig jij niet in bed? Ik krijg weer een preek. Ik wilde op je wachten. Dat je thuis was. Yo. Hey, Hielke. Zo, nou, dan is even flink tegenaan vandaag, makker. Ja. Hi. Heb je het er al verteld? Nee, nog niet helemaal. Wat verteld? Er is iets met het dak. De spanten, die zuigen zich helemaal vol als een soort spons. Als wij niks doen, dan zakt het zaakje als een plumpudding in elkaar. Goh, wat een verrassing. Maar je hebt vast een simpele en doeltreffende oplossing. Rogier en ik willen eigenlijk gaan voor een compleet nieuw dak. We zitten te denken aan een zwevende constructie van finshout met daarop 25 centimeter Spaans riet. Het is een extra investering, maar je krijgt er heel veel voor terug. Hè? En we kunnen het meeste zelf doen.
Ja, zoals jullie alles al zelf doen. Ik heb het al ingemeten, dus eigenlijk gewoon een kwestie van bestellen. Oh, alleen nog maar bestellen. Oh jongens, ik ben hier zo ongelooflijk klaar mee. Echt. We zijn zwaar over ons budget en we zijn nog niet eens op de helft. Weet je wat ik wil? Ik wil een second opinion. Hou even op met dat zo op je strepen staan, ja? Ik vind het echt onzin om er een ander bij te halen. Oké. Maar er komt geen compleet nieuw dak. Maak het af zoals afgesproken. En nu ga ik douchen. Ik ga naar de kliniek. Het is zaterdag. Ja, dat weet ik. Wat doe jij hier? Ik was in de buurt. Mooi. Ik hoorde dat het te koop stond. Begreep ik niet. Nee, dat kan ook helemaal niet. Ik heb het gehuurd voor 5 jaar met de eerste recht van koop. Nou, dan loopt mijn makelaar uit zijn nek. En waarom heb je het zelf niet gekocht? Het wou de eigenaar niet. Wachten tot de prijzen weer zouden stijgen, denk ik. Ik zal wel eens bij hem langsgaan. Bied ik de helft cash. Daar zijn ze heel happig op tegenwoordig. Een paar luxe appartementen erin. We gaan als warme broodjes. Dat is een grapje. Ja. En wat gebeurt hier allemaal? Facials, chemische peelings, laseren. Alles waarbij niet gesneden hoeft te worden. Dat doe je allemaal zelf? Nee, ik heb mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Ik doe de operaties. Borsten, billen, buiken, de hele rambam. Ja. Als het moet kunnen we hier een open hartoperatie uitvoeren. Qua apparatuur bedoel je? Nou, een blinde darmpje zou ik echt nog wel kunnen. Iedereen krijgt eerst een algemene chirurgische opleiding. Daarna specialiseer je je pas. Dat is een slimme keuze, plastische chirurgie. Gat in de markt. Nou, daar was ik toen helemaal niet mee bezig. Ik bedoel, je hebt geen idee hoeveel mensen er verminkt raken. Ik vond het prachtig als het lukte om dat zo... Ja, om dat zo goed mogelijk te herstellen. En waarom ben je er dan mee gestopt? Plotseling was het over. Ik had nachtdiensten, weekenddiensten, plenaire vergaderingen. En om het geld? En ook om het geld, ja. En? En wat? Ben je binnen? Nou, alles wat je hier ziet is zo ongeveer van de bank. En het kleine beetje dat ik overhoud, dat verdwijnt in de bodemloze put die verbouwing heet. Dus nee. Toch ben jij niet gelukkig. Dat zie ik in je ogen. Kan jou dat nou schelen?
Als jouw moeder mij niet zo'n ordinaire patjepeer had gevonden, was alles heel anders gelopen. Nou, dat denk ik niet. Ik wel. Jij bent chirurg geworden omdat je vader het ook is. En je bent met zo'n medisch type getrouwd omdat jouw moeder vond dat jij hetzelfde moest doen als zij. Dat heb ik helemaal zelf beslist. Maar toch zit jij nu met een overspannen man thuis. Hè, die je huis afbreekt, die je geld opmaakt. Die er blijkbaar ook niet is om jou te steunen als je een zaak probeert te runnen. Jan, alsjeblieft, hou op. Sorry. Ik wil alleen maar zeggen, als jij hulp nodig hebt. Ik heb geen hulp nodig. Ja, ik wist wel dat je dat zou echt zeggen. Niet. Zo lekker als vroeger. Gek. Volgens mij regent het niet meer. Liefst te zien. Waarom kun je niet meer van mij houden? Ik hou van je.
Ik heb met het hoofdkantoor gesproken. En in deze tijden moeten ze prioriteiten stellen. En dat betekent? Dat wij als bank onze samenwerking helaas moeten afbouwen. Per wanneer? Per volgende maand. Maar ik heb personeel dat ik heb net heel duur apparatuur besteld. U kunt waarschijnlijk wel geld uit de markt halen. Of een mogelijkheid tot fuseren onderzoeken. Dat is overigens wel de toekomst, denken wij. Wil die man van Meditech eerst praten over onze betalingsregeling voordat hij een nieuwe bestelling levert? Nou, zeg maar dat hij even geduld moet hebben, dat ik hem volgende week terugbel. Ja, nou, ik denk dat hij dat een beetje laat vindt. We hebben die spullen wel dringend nodig. Nou, dan gaan we naar iemand anders. Oké. Ik wil dat u de volgende keer ook iets aan mijn onderkin doet. Misschien vind ik dan wel weer een nieuwe man. Nou, die vindt u zo ook wel, hoor. Nou, u hebt een hele leuke man. Ja. Het is een schat. Zoals hij zijn carrière heeft opgegeven om u te steunen, is toch geweldig? Er zijn maar weinig mannen die het tegen kunnen als een vrouw zo goed doet. Wees er maar zuinig op. Daar ben ik ook, mevrouw Van Leuven. Veranderende bankstrategie, zo noemde die het. Ja, dat betekent gewoon dat de bank er geen brood meer in ziet. Maar echt begrijpen doe ik het niet, want volgens mij is waar jij mee bezig bent de toekomst. Hij zei dat het ook kwam omdat ze geen enkel risico meer nemen als ze ook maar even twijfelen aan de boeken. Maar je hebt toch niet zelf zitten rommelen? Of anders gezegd, je hebt toch wel een creatieve accountant? De verbouwing, er zijn wat onkosten. Hoeveel? Zo'n 2 ton. Handig. Waarom vertel je mij dit allemaal? Weet Rogier het al? Ja. Nou, je bedoelt dat hij je toch niet kan helpen. En jij denkt dat ik dat wel kan. Waarom zou je dat dan doen? Omdat ik altijd een zwak voor je ben blijven houden. En jij voor mij, denk ik. Misschien hebben wij elkaar wel nodig, hè? Ik heb geld. En jij bent zo ongeveer de beste plastisch chirurg van het land. Ik wil wel investeren. Dan zetten we een hele keten op en dan word jij het gezicht van. Want je bent goed. Je bent een vrouw. Dat werkt. Ik wil niks beloven, maar samen kunnen wij multimiljonair worden. Het is eigenlijk een heel simpel plan. Ik neem jouw schulden over. En je betaalt mij pas terug zodra de dikke winst wordt gemaakt. Je hebt het allemaal al uitgedacht, hè? Ja, ik ben jouw redding. Hoe ben je getrouwd? Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen? Wat maakt jou dat nou uit? Nou, als wij met elkaar in zee gaan, dan is dat belangrijke informatie. Want jouw man, die kan het je financieel heel lastig maken, hè? Als je het niet goed regelt. Ook al verdien jij nou nog geen stuiver, je bent veel geld waard.
Luister, ik vind het heel leuk om met jou te fantaseren over de toekomst van mijn bedrijf, maar je moet niet gaan eisen dat ik van mijn man scheid. Heb ik het woord scheiden in de mond genomen? Hoe kom ik anders van hem af? Ja, weet ik veel. Hey, schat. Hey. We hebben wat te vieren. Oh, wat dan? Ja, dat is wonderlijk, hè? Hoe soms je pad ineens gekruist wordt door de exacte genen die je op dat moment nodig hebt. Nee, ik loop een dame tegen het lijf. En ja, sorry hoor, ook een hele leuke dame. Maar die blijkt een bedrijf te runnen dat Poolse arbeiders naar Nederland haalt. En hoe ze het al vertelde, klonk echt heel goed. Maar ik dacht dat jij dat juist niet wilde. Ja, nee, en daarom vroeg ik of ze aan gewend waren om met ecologische materialen te werken. Ze vertelde dat ze met alle producten kunnen werken. En mocht het een probleem zijn, dat ze zich daar extra in zullen verdiepen. Nee, ze gaan absoluut voor perfectie. Nou, misschien kan ze langskomen om een prijsopgave te maken. Mm-hmm. Ja, dat dacht ik ook. Ik vraag me alleen af of Hielke het wel zo'n goed idee vindt. Zeg, luister, het is ons huis en het is onze verbouwing. Ja. Dus ik zou zeggen, bel Hielke op en bel die dame van je. Ja. Hé, hey Ellen. Mag ik Hielke even? Jullie ook gecondoleerd. Dat is onze reddende engel. Małgosia Świdlicka. Tessa van Asselt. Johan Schout. Van Condor Bouwbedrijven BV. Ik ben de partner van Małgosia. Ja. Ah, jullie zijn getrouwd? Nee, dat niet. Nee, meneer Świdlicka. My man is dood. Oh, sorry. Sorry. Het maakt niet uit, dat kon je niet weten. Ja, dat soort Wat doe jij nou hier? Ik dacht dat jullie misschien wel wat steun konden gebruiken. Heb jij nog nagedacht over onze samenwerking? Doe het niet. Ik ben eindelijk zelfstandig en dat wil ik graag zo houden. En wat is er zo zelfstandig aan om in de tank te zitten bij de bank? Ik bied jou echte zelfstandigheid zonder schulden. Je bent nog net zo dwingend als vroeger. Ik kan me herinneren dat je dat heel lekker vond. Hoe dan ook, laat Małgosia nou die verbouwing doen. Dan weet je zeker dat het in no time klaar is. Dat wil je toch? Hij runde dat bedrijf voordat zij dat runde. Vermoedelijk is hij het slachtoffer geworden van een roofmoord, want er is ook heel veel geld verdwenen. Is die vermoord? Mm-hmm. Doodgestoken. Teruggevonden in een uitgebrande auto. Nou, dan zal hij ook wel wat uitgespookt hebben. Małgosia denkt van niet.
Denk je dat het een goed idee is om met die polen in zee te gaan? Nou, kom op, Tessa. Je weet toch goed dat die verbouwing gauw voorbij is? De mannen kunnen heel goed en snel werken. Het is gewoon helemaal goed. Ik vind het heel mooi. Nou, toch kind is dat ze naar mijn robotten. Pochakai. Hij vraagt wanneer jullie willen dat ze beginnen. Jetzt, bitte. Wo schlafen? Oben sind die Schlafzimmer, aber erstens die neue Wohnzimmer. Und je niet zo razumiela. Hij bedoelt waar zij moeten slapen. Dank u. Moeten zij allemaal hier slapen? Ja. Maar het maakt niet uit waar. Als het maar droog is. Rogier. Ja, kennelijk is dat zo. Ja. Ja, het valt me nogal koud op mijn dak. Ik bedoel, moet ik ook nog voor ze koken? Nee, daar zorgen ze zelf voor. Zeg, ze kunnen wel in Toms huisje slapen en dan kan Tom tijdelijk hier. Zeg, ben je gek? Tom is dan een beetje gewend, dan kunnen we hem niet aan. Een maand. Maar sorry, wat ik nu moet weten is of wij een akkoord hebben. Dan kan ik ze inplannen. Misschien kun jij zo lang op de kliniek logeren. Dan heb jij je privacy en dan kunnen wij hier lekker doorwerken. Ja. Ja, dat is misschien wel het beste. Kom. Ja. Kom. Kom, jullie leren drinken. You be man. Huh? Leuk. Napies. Ja, schat. Tessa? Wat heb je tegen Johan gezegd? Begrijp niet wat je bedoelt. De bouw is stilgelegd. Blijkbaar omdat jij niet cash wil betalen. Wat is dat voor gelul? Rogier. Magosha is ook woedend. Ze zegt dat jij met Johan hebt gebeld. Jij zit er maar van alles te beslissen. En hoe het hier gaat, het interesseert je helemaal niks. Rogier, dit is een misverstand. Ik wil dat je nu als een sodemieter weer Johan belt en zegt dat het geld eraan komt. Ja? Idioot. Dag, schat. Zou jij die mannen terug willen sturen? Het is blijkbaar een of ander misverstand dat ik jou gebeld zou hebben omdat ik niet zou willen betalen. Ja, ja, ik hoorde zoiets. Ja. Ik zal kijken wat ik kan doen. Ja. En ga jij mij dan eindelijk eens zeggen dat je met me in zee bent? Jij gaat mij toch niet chanteren? Nee, dat was een grapje. Maar die jongens willen wel snel geld zien, anders nemen ze wat anders aan. Maar we hebben een contract. Als jij met cash over de brug komt, dan zijn ze morgen weer terug. Ik zal ze bellen. Ben je vanavond op de zaak? Waarom? Nou, dan kom ik om 9:00 even langs. Ik heb een verrassing voor je. €250.000. Kan je leveranciers mee betalen, kan je de polen mee betalen, al die dingen. En volgende week krijg je nog zo'n tasje. Is dit zwart geld? Ik heb veel geld over uit de bouw, zwart of wit heeft er niks mee te maken. En wat wil je ervoor terug? Trickerij. Daar ben je toch zo bang voor, Tessa? Alles wordt keurig netjes geregeld met een officieel contract bij de notaris en 5 ton op je rekening. En deze tasjes blijven onder ons. Het is drugsgeld. Tessa, doe even normaal.
En wat moet ik dan zeggen tegen mijn accountant en de bank? Je moet sowieso een andere accountant nemen, sinds het gedoe met de bank. Ik heb een hele goede. En die zal jou vertellen dat het een kwestie is van creatief bonnetjes schrijven. Ik bied jou een uitweg. Geld is vrijheid, zo zie ik het. Dus ik zou zeggen, pak je vrijheid. Je verkoopt mij een aandeel. Je gaat in zaken met mij. Of wil je liever over een paar maanden failliet zijn? Wij gaan jouw problemen oplossen. Wij samen. Yes, sir, that's my sorry. Mode. We Polish Army Commando. License to kill. Why are you here then? There is more money for painting than for fighting. Masz pi, młode pi. Pijmy, tato. No. Zdrowie za młodego. Jouw klanten die moeten van top tot teen verzorgd naar buiten kunnen wandelen. Maar als je toch ligt bij te komen van een operatie, dan kunnen ze net zo goed even je handen verzorgen. Ik ken iemand die heeft 2 beauty centers in de stad. Toplocaties. Zou je even snel moeten zien eigenlijk. Het is geen slecht idee. Maar ik weet niet of het bij me past. En ik wil zelf blijven bepalen wat er in mijn kliniek gebeurt. En jij niet. Natuurlijk bepaal jij, maar het is toch leuk om samen te brainstormen. Hou je echt nog van je man? We hebben een zoon samen. Je man is binnenkort geen probleem meer. Hoezo? Mogosja kan dat. Voor hem zorgen, een beetje liefde en aandacht geven. Hij is een blok aan je been en jij aan het zijne. Jullie verstikken elkaar. De enige echte reden dat je nog bij hem bent, is dat je bang bent dat hij het alleen niet redt. Nou, dat is dan... Nu dan geregeld. Zal ik mijn notaris een contract laten opstellen? Het is er. Ik heb zo'n voorgevoel. Ik wil je waarschuwen. Waarvoor? Voor Magosja. Het is misschien niet wat het lijkt. Ik ben bang dat wij alles kapot maken. Ik ben bang. Sorry, ik begrijp helemaal niets van wat je zegt. Dat ik alles kapot maak. Wat maken we kapot? Waarom moet dit midden in de nacht besproken worden? Ik moet gewoon weer om 6:30 op, Tessa. Dat weet je toch ook wel? Oh, oké. Ja, maar. Vergeet alles maar wat ik gezegd heb. Ga maar slapen. Welterusten. Oh, oh, goed, jongen. Goed, jongen. Nou, iets naar mij. You crazy man. Good night, mate. Bye. No to możemy.
Kimmy. Van Kimmy's Beauty Centers. Wat leuk dat we gaan samenwerken. Dat is een verrassing. Nou, Kimmy en ik denken ook al heel lang na over een beautyconcept waarin je alles in één keer kan laten doen. Ja. Hè? Ja. Weet je waar Kimmy heb ontmoet? Op een beurs in Noord-Holland. Zat ze nagels te doen. Zo vliegensvlug. Zo vaardig. Was waanzinnig. Ik dacht, dat is wat de moderne Nederlandse vrouw nodig heeft. Mensen die hard werken en niet aan je kop zeuren. Niet lullen, maar poetsen. In mijn specialisme is persoonlijke aandacht juist heel belangrijk. Nou, het was niet beledigend bedoeld, hoor. Ja. Ja, ik begrijp helemaal waarom Johan jou erbij wil hebben. Je moet hem klasse geven. Hij vindt me veel te goedkoop. Maar op mij kan hij rekenen. En dat moeten we bij jou nog maar even afwachten. Volgens mij moet jij je niet bemoeien met zaken die alleen Johan en mij aangaan. Oh, lieve schat, je hoeft me helemaal niks te vertellen. Je doet het toch gewoon met hem? Je probeert jezelf toch gewoon omhoog te neuken? Pardon? Volgens mij vergis je je. En trouwens, je mag hier niet roken. Je denkt toch niet dat iemand daar iets over durft te zeggen? Dat durven ze niet wie Johan bij is. En je moet niet denken dat je Johan kan inpalmen. Want ik hou je in de gaten. Johan, kan ik jou even spreken? Alleen. Wat is er, schat? Ik vind het toch allemaal niet zo'n goed idee. Met Kimmy bedoel je? Ik ga dit niet doen. Af en toe begrijp ik helemaal niks van je. Wat ga je niet doen? Ik wil eigenlijk helemaal niet met jou samenwerken. Ik groei liever in kwaliteit dan in kwantiteit. En wat heb je aan kwaliteit als de fieltje straks van je bed ligt in verband met zwart geld? Weet je wat het beste is? Dat je mij gewoon mijn gang laat gaan. Ik regel verder alles. Als je dat accepteert, zal je rijk worden. Huh? En als ik het niet accepteer? We hebben net een contract getekend bij de notaris. Ben je dat weer vergeten? Jezus Christus. Ja? Sorry, van daarnet iets te veel wijn, denk ik. Dan zou ik zeggen, vooral niet meer drinken, hè? Ja, je hebt gelijk, maar. Nou ja, ze zetten me onder druk en dat reageer ik dan op jou af. Dat moet ik niet doen, sorry. Wie zijn ze? Mijn opdrachtgevers, die zijn niet zo blij met wat ik probeer. Met jou. Kijk, ik wil het rustig opbouwen, maar ze geven me geen tijd. Ze willen hun geld terug. Was dat geld wat je mij gegeven hebt dan niet van jou? Wat ik je geleend heb. Geïnvesteerd? Nee, dat is van hun. Ja, nee, maar wat ik wil zeggen is. Maak je geen zorgen, ik weet precies hoe ik met die lui moet dealen. En als er iets raars gebeurt. Dan moet je me bellen, anders is het midden in de nacht. Wat voor iets raars? Nou, weet ik veel. Dat ze persoonlijk bij je langskomen, je onder druk proberen te zetten. Ik ga hiermee ophouden. Ik zal mijn schulden aflossen, zeg dat maar tegen ze. Een miljoen? Met rente? Dat krijg je nooit zo snel bij elkaar. Maar luister, schat. Wij gaan dit samen redden. Ik hou ze op afstand. Over een paar weken is alles weer gekalmeerd. Als er ook maar iets raars gebeurt, Johan, dan bel ik meteen de politie. En de politie bellen is echt een heel slecht idee. Ik bedoel, denk niet alleen aan jezelf. Je hebt ook nog familie, hè? No worries, schat. Ik bel je snel. Ja, we zijn maar even vast alleen door het huis gegaan, omdat mijn kostje zo weg moet. Zullen we nog even snel doorheen lopen? Ja. Zo'n gast, ik heb ook niet. Ja.
Maas, stop hier. Hij zei dat hij met een vriendinnetje de stad in ging. Je weet wel, die Marije die met haar moeder op de receptie was. Misschien wordt het wel wat. Het huis begint er echt fantastisch uit te zien. Ik verheug me er zo op om het weer in te richten. Ik hoorde van Magosha dat je je zaak Tessa's Aesthetics gaat noemen. Je vertelt me echt helemaal niks meer, hè? Hebben jullie het al met elkaar gedaan? Ga dan niet de zaak omdraaien en het slachtoffer zitten te spelen, alsjeblieft, zeg. Straks ga je nog beweren dat ik jou in haar armen heb gejaagd. Ja, dat heb je ook. Ik word weer gezien, ze waardeert me, ze luistert naar me. Dat doet me ontzettend veel goed. Je weet niet hoe eenzaam ik me heb gevoeld. Heb jij enig idee hoe ik me heb gevoeld? En wat moeten we nu? Ik hoef jou niet te vertellen hoe schadelijk dat soort dingen voor kinderen zijn. Dat soort dingen. Vreemd gaan scheiden. Allebei. Het meest schadelijke lijkt mij nog om op te groeien bij twee ouders die ongelukkig zijn. Wil jij scheiden? Ik weet het niet. Ik moet nadenken. Als jij denkt dat we er hier bovenop kunnen komen, dan stop ik met Magosha en gaan wij samen door. Huh? Ook voor Tom. Dankjewel.
kreeg net een voicemail van Tom. Volgens mij had hij gedronken. En nou neemt hij niet meer op. Is toch de stad in? Dus hij is nog niet thuis? Tessa is 16. Het is een beetje laat om je nu verantwoordelijk te gaan voelen. Jij bent ook niet thuis, hè? Bijna. Ach man, houd toch op met je gelieg. Ja. Jij zei toch dat ik je moest bellen als er iets raars gebeurde. Jij zou me toch beschermen. Als er ook maar iemand met één vinger aan Tom komt. Als er ook maar iets met Tom... Hou, doe even rustig. Wat is er aan de hand? Tom is weg. Die is op stap met een van die Polen. Dat zijn niet mijn Polen, maar van Małgosia. En heb je haar al gebeld? Klootzak. Die ligt het op dit moment te doen met mij. Maar heb je er toch voor ingehuurd? Ben je nu klaar met je complottheorieën? Luister, ik zal wat belletjes plegen, ja. Die jongen die zit denk ik gewoon nergens te blowen. Hoezo blowen? Ik zorg dat die jongen weer naar jou toe komt, oké? Ja. Ja? Ik heb hem. Godzijdank. Geef hem even. Nou, dat wordt moeilijk, want hij slaapt en ik krijg hem met geen mogelijkheid wakker. Maar ik ben zo bij je. Nee. Nee, breng hem naar de eerste hulp. Lijkt dat je niet een beetje op? Nee, ik wil dat je hem naar de eerste hulp brengt. Godverdomme. Van het Westeinde. Ik kom eraan. Dokter Van Assel. Is mijn zoon al hier? Hij is onderweg, hij is buiten bewustzijn. Ik wil dat jullie dokter Den Oude oppiepen. En die heeft geen dienst vanavond? Ik wil dokter Den Oude. Bel hem. Nu. Ik neem hem wel mee, jij blijft hier. Tessa, wat is er aan de hand? Intoxicatie, in ieder geval alcohol. Oké, gewoon goed, blijf maar hier. Johan heeft ons gebeld. Die Steenjek heeft hem gevonden. Hij lag gewoon bij ons in de tuin. Dat kan helemaal niet, dat was ik net. Huh? Waar is Johan? Ik had al zo'n afschuwelijk voorgevoel. Hij had mij zo nodig. In de Majestic sprak ik een meisje. En die zei dat hij nooit uitging. En dat hij helemaal geen vriend heeft. Wij weten helemaal niks van hem. Wij weten helemaal niks van hem. Best buiten levensgevaar. Maar hij had wel grote hoeveelheden alcohol binnen en waarschijnlijk ook GHB.
Ja, het was op het randje. Mag ik naar hem toe? Ja, ga maar. Dank u. Wat is er gebeurd? Ze hebben je bewusteloos gevonden. Je had te veel gedronken. Ik weet het niet meer. Ik ga slapen. Wij blijven hier. Oké, je hoeft niet bang te zijn. Alles komt goed. Tessa. Hé, hey, waar is die? Waar is die? Hij schaamt zich natuurlijk over wat er is gebeurd. Laat me dan gewoon even tot vanavond wachten. We kunnen gewoon beter nu aan het werk gaan. Aan het werk gaan? Mm-hmm. Hoe moeten we anders? Ja, wat denk je van zoeken? Nou, ik zou niet weten waar. Geloof me nou maar, die zit ergens zijn wonden te likken. Hoe weet jij dat nou? Is godverdomme net opgenomen geweest. Ze hebben zijn maag leeg gepompt. Hij had dood kunnen zijn. Kinderen gaan op een gegeven moment experimenteren met drank en drugs. Dat is nou eenmaal zo. En dan kan dit gebeuren. Tom heeft dit niet zelf gedaan. Ik weet het zeker. Hij is expres dronken gevoerd. Je hoeft hem niet altijd de hand boven het hoofd te houden, hè? Nee, maar hij is helemaal niet de type naar en al helemaal niet om GHB te nemen. Oh nee? Hoe weet je dat zo zeker? Weet je, ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Dat ik blijkbaar dingen over het hoofd heb gezien. Maar ik weet ook 100% zeker dat Tom nooit zulke drugs zou nemen. Dat hebben die Polen gedaan. Die Polen hebben hem dat gegeven. Die hebben hem willens en wetens dronken gevoerd. Maar dat wil jij natuurlijk niet geloven, hè? Dat gaat er bij jou natuurlijk niet in. Die toffe maatjes van je en die klote vriendin. Met Tom? Hallo, met Tom. Spreek het zin na de piep. Later. Tessa van Asselt. Eugène Krijgsman. Zeg maar Eus. Tessa van Asselt. Martina Salowska. Gaat u zitten. Martina hier spreekt geen Nederlands. Dus tenzij u Pools spreekt, doe ik het woord. U vertaalt voor uw vriendin? Nou, ik spreek de taal ook niet echt, hoor. Wij doen nogal veel gebarentaal. Daar zijn we echt heel goed in geworden. Wij samen. Kijk, Martina's borsten zijn voor mij prima, hoor. Nice. Yes. Yes. Maar zij zou ze graag een beetje groter hebben. You want bigger. Yes. Yes. En daarom zijn we hier. Want u bent de beste op dat gebied. Ja, ik vind het toch een beetje een moeilijke situatie. Dat u het woord voert. Oh, u denkt natuurlijk dat ik hier ben om Martina een beetje op maat te laten maken. Nee, Martina, you want this, toch? Yes? Nice? Big?
Yes, I need. Yes, I need. And how old are you? 20. Ja, wat kost dat zo ongeveer? Ja, zo werkt het niet helemaal. Ik moet eerst 100% zeker weten dat zij dit echt zelf wil. Het lijkt me het beste dat u de volgende keer terugkomt met een beëdigd tolk. Oh. Dus u bepaalt hier wie dit krijgt en wie niet. Bent u God of zo? Als Martina mij wil als behandelend arts, dan zal zij mij zelf moeten overtuigen van de noodzaak van deze ingreep. Dat zijn nou eenmaal de regels. Weet u, als ik bij mijn garage kom, in mijn Porsche, en ik zeg dat ik graag een Range Rover wil, dan zeggen die mensen ook niet tegen mij, maar meneer, u hebt al zo'n mooie auto, daar kunnen wij helemaal niet aan beginnen. Ik ben geen autoverkoper. En daarom kan ik u ook niet verder helpen. Volgens mij zijn we wel uitgesproken, meneer Krijgsbram. Ik dacht van niet. Ik speel niet de baas. Ik ben de baas. Wie betaalt, bepaalt. Begrijp je? Nee, ik begrijp u niet. Nou, dan ben je nog dommer dan ik dacht. Jouw vriendje heeft mijn centjes in deze winkel gestopt. Hij denkt dat er heel veel geld te verdienen valt in deze business. Maar als ik zie hoe jij met potentiële klanten omgaat, dan geloof ik daar geen ene moer van. Het spijt me heel erg als ik u beledigd heb. Ik hou mij alleen maar aan de richtlijnen ter voorkoming van excessen. Oh? Dus jij vindt ons een excess? Als u nou een tolk meeneemt... Ik wil mijn lening terug. Binnen 3 maanden. En met rente. Dat is 50% de eerste maand. Tweede maand 100% enzovoort. Johan bood mij dat geld aan als investering en niet als lening. Heb jij niet zelf tegen hem gezegd dat hij je liever vanaf wilde? Heb je mij zo net niet laten zien dat er met jou geen droog brood te verdienen valt? Wat wilt u echt van mij? Dat zei ik toch. Mijn geld terug. U weet dat ik dat niet zo snel kan. Ja, dan moet u maar een manier vinden om dat wel te doen. Zo'n arme jongen, verwaarloosd door mams omdat ze veel te veel werkt. En pap omdat hij zijn pik achterna loopt. Die gaan wel eens aan de drugs. En ja, dat kan zomaar ineens te veel worden. Vannacht was een voorproefje, mevrouw de dokter. Het karwei afmaken is maar een kleine moeite. Maar wat moet ik dan doen? Uw vriendin aan nieuwe borsten helpen? Om te beginnen. Ik kom vanavond terug. Ik zal u een mooi voorstel doen. Hoogheer? Ja? Hij is in gevaar. Tessa, rustig nou. Hij is echt in gevaar, dat weet ik, omdat ik hem daar zelf in heb gebracht. Ja, Tom heeft me net gebeld. Hé? Hij heeft net gebeld. En wat zei die? Hij is oké. Hij is mijn vriend. Nee, hij is niet oké. Ze dwingen hem te bellen om dat te zeggen. Ze hebben hem en ze chanteren mij ermee. Maar wie zijn ze? De Polen? Het zijn mensen die geld van me willen. Volgens mij werken ze allemaal samen. Wie is die vriend bij wie jij nu zit? Dat wil hij even niet zeggen. Hij weet ook wel dat we er meteen op de stoep staan. Wat is dat nou voor raar verhaal over dat geld? Dat is niks. Onzin, laat maar.
Waar ben jij nu? In de kliniek, natuurlijk. Moet ik je even opkomen halen? Vind je dat prettiger? Nee, dat hoeft niet. Hé, hey, volgens mij is het wel goed dat Tom zich een beetje van ons losmaakt. He, dat hij eindelijk een beetje gaat puberen. Bel hem ook maar even niet. Het is beter zo. Zodra hij mij belt, dan zal ik jou wel even contacten. Oké? Oké. Ik herken mijzelf in jou, Tom. Ik was ook een loner. Maar daar moet je je voordeel mee doen. Gepest worden leert je om je gevoelens uit te schakelen. Dat komt later heel goed van pas. Ik heb mij getraind om hard te zijn. En daar heb ik nou profijt van. Ja. Oh, Tom. Het is heel goed dat jij voor jezelf kiest. Dan krijg je weer wat rust in die kop van je. Stel hem maar even op de gemak. Hé, hey, niet zeggen dat je hier bij mij bent, hè? Dan heb ik het straks weer gedaan. Ja? Hé, hey, Tommy! Heb je pa niet gesproken? Ja, maar ik wilde zelf zo graag even je stem horen. Waar ben je nu? Ben je bij die Stenjek? Oh, man. Houden ze je vast? Zeg iets als het zo is. Geef me een teken. Ma, doe eens even normaal, joh. Sorry. Hoe voel je je? Veel beter dan vannacht. Hé, hey, mam, ik ga open. Wacht! Ja? Wil jij mij morgen bellen? Alsjeblieft. En als jij in de problemen zit, dan kan je erover praten. Ja, oké. Okay. Later. Zo, is die ook weer blij. Wat zou jij zeggen van een voorzichtig ijskoud biertje? Grote problemen. We? Ik zit in de problemen, dankzij jou. Wat doe jij hier eigenlijk? Ik wilde hier zijn voordat hij kwam. Ik zou jou beschermen. Beschermen? Waar is Tom? Wat is er met Tom? Die ligt toch in het ziekenhuis? Jij weet heel goed waar Tom is. Goedenavond. Taal wijntje. Wil wij ook wel, hè, Johan? Zekers. Ik weet niet precies wat hiervan de bedoeling is, maar ik doe helemaal niets zolang mijn zoon niet morgenochtend om 9 uur gezond en wel op de stoep staat. Kijk. Daar hou ik. Ware moederliefde. De moeder van Sosha, die wil ook graag dat haar dochter straks gezond en wel op de stoep staat. Alleen, de kans is heel klein
Sosja heeft een leverafwijking. Ze wacht al een hele tijd tevergeefs op een nieuwe lever. Is het familie van je? Maakt jou dan uit. Hier, wacht al zijn halve leven op een nieuwe nier. Het ziet er naar uit dat die ook niet oud zal worden. Kijk, Tessa. Mijn meisjes die willen allemaal wel wat. Nieuwe borsten, meer billen, minder billen. Als je toch bezig bent. Dit meen je niet. Jij verwijdert het gewenste orgaan. En wat er verder mee gebeurt, dat regelen wij. Dat ga ik niet doen. Nooit. Dat ga ik nooit doen. Die meiden die werken vrijwillig mee, hoor. En krijgen daardoor kans op een mooiere toekomst. Omdat ze een beloning krijgen. Oh, waarom laat ze zich dan niet registreren als vrijwillige donor als ze zo graag iemands leven willen redden? Martina heeft die hele screening doorlopen. Maar ze is geweigerd. Omdat ze twijfelen aan haar motieven. Dat is grappig, hè? De overheid die doet er alles aan om zo min mogelijk mensen te helpen. Dus springen wij maar in dat gat. Ik werk hier echt niet aan mee. Waarom zou zij moeten wachten? Waarom moet zij misschien wel sterven terwijl er mensen zijn die een orgaan willen doneren? Dit meisje kan gered worden en jij gaat dat doen. Ik weet niet eens hoe ik een stuk van mijn leven moet verwijderen. Ach, daar kom je zo wel achter. Het enige wat jij moet doen is als je nieuwe borsten geeft aan Martina. Gewoon even een goed stukje lever wegsnijden. Dat in een koelbox douwen en het aan ons meegeven. En wij zorgen dan verder wel voor Sosja hier. En waar is Sosja dan, als ik vragen mag? In een privékliniek. In het buitenland. En hoe komen jullie er eigenlijk bij dat ik het überhaupt zou kunnen? Ik heb er niet eens een apparatuur voor. Niet liegen! Je hebt zelf lopen opscheppen over je operatiekamer. En dat je goed kan opereren. Tessa. Als de ingreep lukt, dan hebben wij een deal. 50.000 per orgaan. Oh, jongens. Met een stuk of 30 ingrepen ben jij zo van je schuld verlost. Ik dacht dat jij je zoon zo graag terug wou zien. Wat zouden zijn organen waard zijn, denk je? Jouw jonge lieve Tessa, die eet uit mijn hand. En heeft geen flauw idee dat het zo gebeurd kan zijn met hem. Mijn man is dood. Ik kan zo'n operatie niet in mijn eentje uitvoeren. En aan mijn eigen personeel kan ik dat natuurlijk niet vragen. Wat heb je nodig? In ieder geval één assistent. Dat kan geregeld worden. Ik wil Margosja. Waarom haar? Omdat ik haar ken en omdat ze Nederlands en Pools spreekt. Lijkt me in dit geval erg belangrijk. Wordt geregeld. Morgenavond om 10:00 is de operatiekamer vrij dan, dokter? Plan. You say what? I'm hungry. I'm gonna bake eggs. Eggs. Uitsmijter. Tessa, dit is een noodgeval. Kun je alsjeblieft hierheen komen en niks zeggen tegen Rogier? Ik ben zo terug. Ik moet met je praten. Het gaat over Johan en Eus. Jij bent de enige die me kan helpen. Althans, dat denk ik.
Ik hoop niet dat ik me in je vergis. Mijn kind is in gevaar en ik ben in gevaar. Alsjeblieft. Niet hier en ook niet bij jou. Het Emma-park, ken je dat? Bij de speeltuin. Geef me een half uur. Dankjewel. Bedankt dat je wilde komen. Laten we lopen. Johan gaat jou bellen om te vragen of je hem mij wil assisteren bij een operatie. Dat heb ik hem gevraagd. Het is natuurlijk onzin dat je me er echt bij zou kunnen helpen, maar... ik wou jou vragen of je me wil helpen met iets anders. Tegen Johan. Ik kan niet verder luisteren. Ik denk dat Johan jouw man vermoord heeft. Klopt dat? En ik denk ook dat hij Hielke vermoord heeft. Johan en Eus zijn met een heel smerig zaakje bezig en ze willen dat ik eraan meedoe. Weet jij daar iets van? Kostje, alsjeblieft, help me. Zeg iets tegen me. Ze zijn altijd met smerige zaakjes bezig. Maar het is beter daarover te zwijgen. Ook als het om mensenlevens gaat. Ja, dan ook. Ik ben arts, ik kan dat niet. En wat ze mij vragen om te doen, Margosje... Je kunt het maar beter doen. Je overgeven. Je bent met ze in zee gegaan. Je kan niet meer terug. En ze doen wat ze zeggen. Kijk maar wat ze met mijn man hebben gedaan. Ja, sorry, boss. Waarom hebben ze hem vermoord? Hij had gepraat met de politie over de meisjes. De meisjes? Ja. De meisjes die Johan en Eus in hun pandje zetten. In Polen is het leven voor vrouwen moeilijk. Ze wil allemaal weg. Ik kon het via mijn man regelen. Hij werkte in Nederland met Poolse bouwvakkers. Via mij konden ze danseres worden, model, goede echtgenoot vinden. Ik kende Johan en Eus nog niet. Pas toen ik in Nederland kwam, ik zag wat ze met die meisjes deden. En de politie, waarom is die niet achter ze aangegaan na die moord? Ze zijn veel te slim. Ze hebben heel veel mensen in hun macht. Mam, moet je kijken. Hier. Dit vond ik bij Johan. Oh mijn god. We moeten de politie bellen. Nee, dit ga ik zelf doen. Oh, wat ben ik weer blij dat ik je zie. Ach, engel. Kom. Zoon terug, maar dat betekent niet dat hij veilig is. Die operatie morgen gaat gewoon door en als er iets anders loopt dan afgesproken, dan wordt hij als eerste afgemaakt. Oh ja, wanneer zou ik je weer eens een goede beurt geven? Zou je wel aan toe zijn?
Heb jij kinderen? Waarom? Daarom wat? Daarom moeten we zwijgen. Voor onze kinderen. Nee, maar Gosja. Daarom moeten wij juist ingrijpen. Voor jou is het misschien anders. Maar mijn Sosja is klein en ziek. Sosja. Er is heel veel geld nodig om haar beter te maken. Daarom ik moet doen wat ze zeggen. Eus en Johan hebben mij vanavond de foto laten zien van haar, van jouw dochter. Voor haar, ik heb alles over. Mijn leven, mijn ziel. In Polen is het zo. Johan heeft haar naar Duitsland laten brengen. Hij zei, ik kan haar beter maken. Dat zegt hij. Maar het enige wat Johan en Eus doen is haar leven op het spel zetten. Ik weet niet zo heel goed hoe ik je dit moet vertellen. Maar ze gaan haar gebruiken als proefkonijn. Bij een van jouw meisjes moet ik morgenavond een stuk van de lever verwijderen voor haar. Maar dat is goede nieuws. Nee. Ze weten totaal niet waar ze mee bezig zijn. Het leven van jouw dochtertje en dat meisje interesseert ze helemaal niet. Ze kan hier aan doodgaan. Het enige waar het ze om gaat, is om geld. We kunnen ze stoppen, we moeten ze stoppen. Sosja blijft leven. Dat is allerbelangrijkste. Sosja heeft alleen een kans in het allerbeste ziekenhuis. Dat gespecialiseerd is in transplantaties. Met een lever van een goed gescreende donor. Als dit allemaal voorbij is, dan zal ik voor de zorgen, dat beloof ik je, dat zweer ik je op alles wat ik heb. Wat moet ik doen? Je hebt connecties. Dat kan niet anders. We hebben wapens nodig en mannen die ermee om kunnen gaan. Gerrit en Alexei. Wat is daarmee? Zij zijn ex-commando's. Okay. Liefje. Vanavond moet je in mijn kantoor blijven. Met de deur op slot. Waarom? Je mag alleen voor mij open doen en voor niemand anders. Komt Johan hier ook naartoe? En nog wat anderen, maar ik wil niet dat ze je zien. Hé, hey, mam, waarom wil je niet zeggen wat hier echt gaat gebeuren? Vraag alsjeblieft niet verder, oké? Okay? Ik leg het je uit als het allemaal voorbij is, dat beloof ik je. Kom. Alleen in uiterste nood mag je deze gebruiken. Oké? Okay? Ja. Kijk, zo ontgrendel je. Ja, mam, ik weet hoe die werkt. Kerk heeft zo'nzelfde. We hebben de blikjes meegeschoten. Zo doen ze dat. Nu blijft de deur op slot, oké? Okay? Johan en Eus wilden dat ik even kwam. Of je schoudertje kijken of alles wel goed gaat. Oh ja, dan moet Johan straks even bellen als hij dit kan ophalen. Laat je me nog naar binnen of hoe zit het? Chic hoor. Zit niet echt op jouw complimentjes te wachten. Ik ga Martine aftekenen. Ik wil snel beginnen. Ja, doe dat. Wie groos? Keine Sorgen. I'll take care of you. Wij gaan ons nu even omkleden. Het lijkt me het beste dat jij even in de artsenkamer wacht. Ik denk dat je het niet helemaal begrepen hebt. Johan wil dat ik bij de operatie ben. Dat raad ik je niet aan. Gaat er nogal bloederig aan toe. Oh, dat vind ik helemaal niet erg. Het lijkt me echt bijster interessant om te zien hoe het allemaal gaat. Mag ik? Dank je.
Wil jij tegen haar zeggen dat ze gaat slapen? Ja. Teraz będzie pani spała. Dobranoc. Waarom doe je niet eerst de lever? Ik bewaar het moeilijkste voor het laatst. Jullie zijn de boel gewoon aan het belazeren, hè? Jij gaat die lever helemaal niet doen. Verdomme. Niet bewegen. Au, trut! Met mij, Tessa. Er is een kleine complicatie. Kim is net als een blok neergegaan omdat ze niet tegen bloed kan. Ja, dat zei ze ook tegen mij, dat ze er niet bang voor was. Maar ze moest je bellen als ik zover was. Nou, ik heb Martina open liggen. Binnen een half uur moeten jij en Eus hier zijn. Dan zal ik het laten zien voordat het de koelbox in gaat. Oké, tot zo. Komen ze. Ze komen eraan. Nou ja. Waarom duurt het zo lang? Rustig. Gebeurt. Ik zal 112 bellen. Nee. Ik ga eerst kijken. Waarom? We moeten zeker weten. Niet bewegen. Vinger van de trekker. Jouw vriendjes hebben niet gecontroleerd of ze hun werk echt goed hebben gedaan, hè? Waar wilde jij zo snel naartoe? Oh, omdat zij niet tegen bloed kan, hebben jullie er maar vastgebonden. Ga maar zitten. Zitten. Is dit jouw plan? Goed plan. Ik wilde al heel lang van huis af. Nu hebben wij het rijk alleen. Gaan we echt onze zakken vullen, jij en ik. Ik denk dat je nog even gewacht hebt met die lever. Ik dacht dat jij wel wilde zien hoe ik dat precies deed. Ik wil dat Tom erbij is.
weten we zeker dat het goed gaat. Want als het fout gaat, dan knal ik hem af. Waar is die loser? Hij is hier niet. Hij is op een veilige plek. Als jij je eigen leven wil redden en dat voor je kind, dan breng je me nu naar hem toe. En jij blijft hier, anders ben je dood. Vooral ook omdat het allemaal zo snel ging. Snap je? Maar misschien is de organenhandel zo gek nog niet. Het spijt me. Ik hou van je. Ik hou van je. Wat moet ik doen om het goed te maken? Tommy! Ik ben het. Het is voorbij. Hij had mij beloofd om hier te blijven. Volgens mij is hij naar de politie. Jij moet zo snel mogelijk weg hier. Niemand mag weten dat jij hier geweest bent. Dacht jij nou echt dat je mij kon belazen? Ja. Ja, ze zijn aan het schieten. Duinhoeven. Nee, met mijn zoon en nog een patiënt op de nachtverpleging. Nee, natuurlijk blijf ik binnen. Natuurlijk. En ineens horen we die knallen. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Het is hier ook zo'n afgelegen plek. Staan hier wel eens vaker auto's 's nachts? Ik heb geen idee wat die mensen uitspoken. Ik vind het ook wel eens eng, zo vlak voor de deur. Ik heb er wel eens melding van gemaakt, hè, bij de politie, maar ik heb ze nooit zien controleren. Als je wil, ik kan mijn mannen vragen, hè, voor die spullen neerzetten. Nou, dat hoeft niet. Dat doe ik samen met Tom. Oké. Het is...
Het is goed zo. Waar zijn Gerrit en Alexi? Waar ze horen te zijn. Bij hun geliefde. De politie zal ze nooit vinden. Deze is voor hun? Ja. En deze is voor jou. De beste transplantatiearts in Europa. En hij heeft al een donor voor Sosja. Dankjewel. Recherche is nog wel 6 keer langs geweest. En maar proberen. Maar ze hebben niks kunnen vinden. Een afrekening in het criminele milieu. Verder kwamen ze niet. Niemand kent ons geheim. Dat hebben we goed gedaan. Mijn moeder en ik.